Joey Slegers 3-1 winst tegen de koploper, dat is een heerlijk resultaat. Zeker een heerlijk resultaat. Je speelt deze wedstrijd, je staat nu bovenaan in de periode. Daarmee ga je die wedstrijd in. Ja, Zwolle stond boven je, maar die doen niet meer mee. Deze wedstrijd ging je om te winnen en als het dan lukte, het is alleen maar goed. Ja. Wat gebeurde er allemaal in de beginfase? Want na 11 minuten, 12 minuten spelen zijn er al 3 doelpunten gevallen. Ja, klopt. Ja. We wisten waar we een pijn konden doen en in de eerste kwartieren pakte dat precies zo uit eigenlijk. Dus dat was perfect. Ja. En voor jou ook, want je maakt de goal en geeft een assist. En hoe voelt dat voor de eerste keer? Ja, dat voelt goed. Zeker in deze wedstrijd tegen de koploper voor eigen publiek. Voelt goed dat je nu los bent. Zo voelt het wel eigenlijk. Vorige wedstrijden wat kansen niet afgemaakt. Normaal ben je belangrijk altijd met goals en assists. Dus dat nu in één wedstrijd tegen de koploper is gebeurd, is wel fijn. Ja. Smakt hij ook naar een doelpunt? Ja, zeker. Ja. Je staat in het veld als aanvaller om een goal of een assist of belangrijk te zijn voor de ploeg. Dus dat snap je wel. Maar, ja. Dan nu volgende week tegen FC Den Bosch. Als je die wint, dan doe je echt hele goede zaken. En dan sta je er helemaal goed voor in de derde periode. Ja, klopt. Ja. FC Den Bosch zou weer een lastige uitwedstrijd worden voor ons. Maar als we de strijd die we vandaag hebben geleverd op de mat kunnen leggen, dan heb ik er alle vertrouwen in. Ja, en je hebt het natuurlijk nu ook helemaal in eigen hand. Ja, klopt. Ja. We moeten nu iedere week gewoon als een finale zien, wat ik zeg. Iedere week moeten wij dit op de mat leggen. Qua inzet sowieso om wedstrijden te kunnen winnen. En als we dat doen, dan zie ik ons nog ver komen. Ja.